Het is weer tijd voor een nieuw lekker potje Brawl Stars. Hopelijk heb je er net zoveel zin in als ik. Dus druk daarom ook even keihard op het duimpje omhoog. Er zijn al mensen geïnvite voor onze club. Dus mocht je nou ook onze club willen joinen, join dan eerst even onze Discord. Daar staat een hele uitleg hoe je onze club kan joinen. En hopelijk zie ik jou dan binnenkort in mijn club. Druk allemaal dus wat ik zei even keihard op het duimpje omhoog. Ja, laat even in de reacties achter hoe goed jij bent in Brawl Stars. Ben wel even benieuwd. We hebben voor vandaag heb ik een leuke challenge. Ik ga mij proberen zo lang mogelijk te verstoppen. Totdat ik met de laatste overblijf. En die moet ik proberen te killen. Dus het wordt een beetje een verstopwedstrijd. Dus mocht je dit nou een leuke challenge vinden. Of mocht jij nou ook een leuke challenge hebben. Laat hem zeker weten even achter in de reacties. En dan gaan we nu beginnen aan ons eerste potje. Brawl Stars. We moeten gewoon verstoppen. Ik ga ook geen kistjes pakken. We gaan gewoon verstoppen. Zo, oké, verstopt. Goed zo, gaan jullie lekker vechten. Kijk, normaal zou ik me hiermee gaan bemoeien. Want dit is gewoon een kill. Zullen we wel afspreken dat als ik word gevonden dat ik terug mag schieten? Lijkt me wel een stuk chiller. Kijk dit. Oh. Wat? Hoe schiet die gast zijn ult? Oh my god, ik ben gewoon af daardoor. Poging nummer 2. Ik zat zo mooi verstopt in het hoekie. En hij wilt iemand anders ult en hij knalt mij gewoon helemaal af. Oké, ze heeft hem gevonden. Ah, wist ik. Fiets Shelly, ja, die doet zoveel damage op korte afstand. Oh, misschien... Wacht. Misschien kunnen wij Bull pakken. Laten we Bull pakken, want Bull doet ook vet veel damage. Maar we kunnen Bull ook nog even upgraden. Nou, zo. Nog een keer upgraden. Alsjeblieft, Bull. We gaan Bull even selecteren. Ja, want stel dat we gevonden worden, dan kunnen we ons opnieuw gaan verstoppen. Ja, laten we dit doen. Laten we naar beneden gaan. Ik vind dit wel een leuk bosje. Hier kan ik me nog wel redelijk bewegen. Nou, wachten we gewoon tot iemand hier komt voor een kistje. We gaan gewoon een verstoppertje doen. Hey, ik heb geen kistje geopend, maar daar ligt wel een krachtpunt. Laten we die gewoon even snel pakken. Zo, op. Maar ik heb geen kistje geopend. Ik heb nog niet eens geschoten. Daaronder is nu iemand aan het schieten. Oh, kom maar alsjeblieft vinden. Please, loop omhoog. Yes. Kom maar alsjeblieft in mijn bosje koekeloeren. Oké, dat deed hij dus. Zou die mij ook gezien hebben? Dan moet ik hier weg. Hij heeft mij gezien. Het is showdown! Nee joh! Maar ik wil verstoppertje spelen. Oké, nu heeft hij mij niet meer gezien. Nu weet hij niet meer waar ik zit. Maar hij is al 10 keer sterker dan dat ik ben. Het is gelukt! We hebben gewoon gewonnen! Hoe dan? Oh my god! Nou, challenge gehaald. Ik ben nog geen eens 5 minuten aan het opnemen. Oh my god! Nou, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het een leuke video. Druk dan even op het duimpje. Oh my god! Nou, laten we dan Boel gewoon even lekker gaan levelen. Nou, daar gaan we. Gaan we gewoon even lekker een paar potjes met Boel winnen. Ik weet niet of jullie het net gezien hadden, maar ik had mijn Colt getraind. Zo, hoppa. Ik had mijn Colt getraind, dus die is nu rang 16 of zo, 17. Dat is mijn vraag aan jullie. Wat zijn er nog bepaalde rangen waar je dan nog extra spulletjes bij krijgt? Hè? Want je krijgt bijvoorbeeld als je... hoe heet dat? Kom hier. Ik wil dit ding even killen. Dan krijg ik 3 sterpunten ervan. Je krijgt als je bijvoorbeeld... hier is iemand neergegaan. Nice. Waar schiet hij op? Zit hij nou zijn ult daarop te wasten? Lol. Oké, top. Pakken wij dit even. Je krijgt als je toch als je... Hoe heet dat? Rang 15 krijg je 100 van die punten. Krijg je bijvoorbeeld bij rang 20 ook nog extra dingetjes of zo? Ah, dit winnen we. Ik heb vrij weinig gedaan. Hey Boel. Jij ook hier? Ik ook hier. Kom, laten we spelen. Ik heb 6 meer krachtpunten dan jij. Waarom stormt hij op mij af? Wat een pannenkoek. Nou, geef niet. Rang omhoog. Hoppatee, zo doen we dat. Punten erbij. Kijk, hatchikidee. Oeh, ervaring 12. Kijk, het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik zo snel mogelijk in mijn trofeeën ga stijgen. Kijk, dat betekent gewoon heel veel spelen. Maar vinden jullie het leuk als ik heel veel speel als... Ja, buiten de camera om. Laten we deze grote doos in ieder geval wel even openen. Even kijken, krijgen we iets goeds? Oh, Colt, kunnen we leveltje omhoog? Oeh! Ja!
Nee, joh! We krijgen een super zeldzame knokker! Nee, joh! Vet cool! Jackie! Wow, ik was al vet blij met die gold upgrade. Maar dit is nog topper. We hebben Jackie. Oh, die gaan we gewoon spelen. Ja, kom maar even op, Jackie. Lekker potje, hoor. Hoe dan? We krijgen echt de laatste tijd zoveel geluk met knokkers en doosjes. Dat is niet normaal. Kijk wat deze doet. Oh, wacht. Wow, zij is knijtersterk, joh, van dichtbij. Oh, dit is niet normaal. Hoeveel damage doet zij? 1560. Maar ook gewoon echt op een brawler ook. Dit is echt de perfecte camp... knokker. Wat doet haar... Wat zou haar ult doen? Vraag ik me af. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Oh, iemand zit hier in de penari. Ja, ja, ja. In de penari, in de penari. Niet met mijn kill ervan doorgaan, jij. Ja, ga maar dood. Hop. Oh nee, niet de Shelly, niet de Shelly. Oh nee, chips. Zij is voor close. Ik ben van... Ook van close. Nou, we gaan ervoor. Hopelijk mis je haar eerste aanval. Wat was zij aan het doen? Nou, gewonnen. Lekker potje. Deze is chill, hé. Holy moly, let's go. Lekker, Jackie. Kijk, laten we op deze manier gewoon even lekker Jackie gaan trainen. Dus we hebben gewoon een nieuwe knokker. We hebben een challenge gehad. Misschien moet de volgende challenge wel een stukje moeilijker zijn. Maar laat het even weten in de reacties. Ik ben benieuwd. Ik heb een nieuwe tactiek. Omdat deze zo'n vette, gekke damage doet. We gaan gewoon hier de kistjes slopen. Dan heb ik gewoon meteen in één keer 4 sterpunten. Hop, hop, hop. En dan 1, 2, hop. En dan... Nou, dit is top. Dit willen we. Oh, zo, dat was laag AP. Nita. Waar ben je? Boom, boom, boom. Hoppa. Ga eens weg, je gekke robot. Hier wordt gevochten, een Rosa. Kom maar. Boom, 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 boom. Een dikke, dikke boom. Boom, 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 boom. Kan ik er doorheen lopen? Oeh, close. Ja, net. Oké, okay, ik vind haar wel grappig. Dit is echt een vette camp champion. Boom. Nou, niet zoveel damage doen. Boom, boom. 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 Wow, hoezo lig je zoveel sterpunten, joh? Hey, krijg hij geen damage van die smog? Oh, oh, oh. Ben ik een beetje raar aan het wandelen? Ik liep eindelijk een beetje die gekke robot uit. Ah, hier zitten jullie. Nou, kom maar. 1, 2, kaboom. Kaboom, kaboom, kaboom. Woehoe! Kijk, dit gaat lekker. Rang nummer 3. De potjes op cold worden nu wel steeds heftiger, hoor. Maar dat is juist wel leuk. Hoe hoger je rang, echt hoe moeilijker het wordt. Ik hou daar wel van. Beetje gek uit daar. Hey. Ja, dit gaan we even afmaken. Maar chick idee. Maakt dus niet zo heel veel uit, want zoveel damage doet hij niet op mij. Dat is wel echt... Als ik met deze gewoon meteen iemand push, is hij gewoon instant neer in het begin. Dat is niet normaal. Zij is echt sterk. Ze zal late game denk ik niet zo heel sterk zijn. Dat is best wel een rare character, omdat je wel heel dichtbij bij iedereen moet zijn. Kijk, deze kunnen we ook makkelijk uitschakelen. Hop, hop. Hop. Zo. Nou, weer even een sterk krachtpunt erbij. Laten we naar het midden gaan. Ik ben benieuwd waar de actie is. Joe. Zo, niemand nog middenkistjes geloot? Oké, okay, Colt gaat er ook voor. Oh! Nee! Zag je de switch? Ik had gehoopt dat die robot alles blokte. Ah, oké, okay, dat was een zieke actie. Laten we gewoon afsluiten straks met één potje cold. Solo showdown. En laten we die even winnen. Ah, dit wordt wel een heftig duel in het begin.
Oké, dus je zag het. Tegen Boel moet ik niet gaan vechten in het begin. Hey Nita. Kom eens hier, potverdorie. Hier Nita. Oh, alle drie erin! Oeh, super ulti! Let's go! Ik ben benieuwd wat je krijgt als je bijvoorbeeld... Doei Shelly! Ik heb altijd problemen met Shelly als ik cold speel. Dat is echt geen grap. Als ik cold speel, ik heb altijd ruzie met Shelly. Altijd. Kom op, doe pushen, 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 pushen. Yes! Lekker. Oh, ik was echt scheef met schieten, joh. Kom El Primo. Hij is de pineut, hij is de pineut. El Primo zit vast. De groetjes, El Primo. De groetjes. Zo doen we dat. Lekker meteen een potje winnen met Colt. Hoppatee. Fiets. Oh, ze zit vast, ze zit vast. Ze moet door de smoke. Ja, ze zit vast. Ze zat vast. Nee. Oh my god, we zijn bijna rang 17. Laten we voor rang 17 gaan. Ja, laten we dat doen. Vorige keer zei we gaan rang 15 halen. Nu zijn we zo dicht bij 17. We gaan gewoon voor rang 17. Laten we een beetje een tactisch rondje maken. Dan kunnen we deze robot nog uitschakelen, hopelijk. Ga neer. Top. Ik heb geen idee waar die zit. Daar dus. Gevonden. Tot ziens! Oh, ik heb de allersterkste neer. Let's go. Wat doet hij nou? Hier, ik heb een doorgang voor je gemaakt. Maar ik heb je ook uitgeschakeld, vriend. Twee punten nog. Twee punten nog. Let's go. Doei, Shelly. De groeten. Oh, wat een masteractie dit weer. Kom maar hier, Boel. Kom maar hier, Boel. Robotje, pak hem maar. Pak je mij? Nee, ik pak hem heel goed. Nu zit je vast, Boel. Tot ziens. Hier. Wil je die hebben? Alsjeblieft. Bam! Oh nee, mijn camera is uit. Nee! Nou jongens, jullie willen niet weten hoe blij ik ben. Want kijk. Boom! Rang 17. Ik heb geen idee hoe lang mijn camera al uit is. Het spijt me heel erg. Rang 17. Krijgen we nog iets moois? Kijk, weer een kistje. Oh, dit gaat goed. Oké, laten we dit kistje dan openen. Deze, ja, ja, ja. Hoppatee. Krijgen we nog iets goeds? Ja, we krijgen nog een bonus item. Lekker, 200 token verdubbelaars. Nou, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Brawl Stars video. Hopelijk vond je het leuk. We hebben rang 17 in ieder geval. We zijn bijna bij 800 trofeetjes. Dus dat doen we ook best netjes. Druk even kaart op het duimpje omhoog. En wat ik zei, mocht je onze club willen joinen, ga dan even naar onze Discord. Ciao!